Nee, ik loop op dit moment stage bij de afdeling Flow Management op Schiphol. Toen nadat er ook een collega met mij meeloopt de hele dag door. Door de coronacrisis is de vraag om stagiaires best wel afgenomen in Nederland. Waardoor ik ook mijn stageplek ben kwijtgeraakt. Echter door een nieuwe samenwerking vanuit school en Schiphol heb ik de kans gekregen om stage te mogen lopen bij Floor Management op Schiphol. Een aantal dingen om op te letten. Boarding pass, datum, gate bestemming, heel belangrijk. En zorgen dat passagiers alleen met handbagage naar binnen gaan. Goed, fijne dienst zou ik zeggen, Youssef. En als er wat is, dan weet je me te vinden. Goedemiddag, meneer Knun. Oh ja, dan heeft u voorrang. Kunt u bij mijn collega terecht. We hebben ook een kijkje mogen nemen bij alle andere gebieden rondom Schiphol. Daar heb ik bijvoorbeeld al een rondleiding gehad in het VIP-center. En ook bij de quality control. Wat het ook wel heel leuk en afwisselend maakt. En de karren mogen ze niet meenemen naar binnen. De karren moeten ze daar even wegzetten. Want hier mogen geen karretjes alleen houden. Ja. Dan zit je met die deurtjes die open niet gaan en daar past het niet meer. Ik denk dat ik heel erg zin heb in de challenge en de opdrachten die we daarbij moeten maken. Ik zit zelf in het groepje VIP, dus we mogen naar het VIP-center toe. En dat is iets waar iemand niet zomaar mag komen natuurlijk. Dus ik ben daar wel blij mee en gewoon ook om jullie te helpen met onze ideeën en dat uit te wisselen. Dus dat lijkt me wel gewoon een leuke samenwerking. Voor de stage Floor Management mocht ik ook een dagje meelopen met de Safeguard. Thank you! Ja, ondanks dat je mensen aanspreekt op het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand, ben je in principe ook een gastheer of gastvrouw voor de passagiers. Dan gaan we even voor mevrouw een rolstoel halen en dan gaan we mevrouw in de rolstoel zetten. Ja, dat is goed. Ja. Ziet u de groene lampjes daar? Ja. Daar moet u doorheen. Dankjewel. Alsjeblieft. En ja, ik ben eigenlijk wel heel dankbaar eigenlijk, ondanks deze coronacrisis, om uit school een stage op Schiphol te lopen bij Floor Management. Als ik terug moet kijken op deze stage, dan kijk ik terug naar een hele leerzame, ook een hele leuke stage. Ik hoop na deze opleiding dat ondanks de coronacrisis van nu en al dat gedoe, ik toch nog snel een baan in de luchtvaart kan vinden. Aangezien ik het toch wel een heel erg leuk vind om in de luchtvaart te werken. En ook op Schiphol. Dus ja, ik ben benieuwd wat de toekomst me brengt.